dat komt in deze nieuwe video van Bos, dat is 2 uur en zoveel. Ik schoot wakker. Nu zie ik wat er gebeurd is daar. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Maar daar liggen die hekketjes en zo, liggen daar op de grond. Ik weet niet of je daarop... Zie je het? Dat is wat er gebeurd is. Ik schoot wel. Dus daarmee schoot ik dus wakker. Amai. Die kabel is losgekomen daar. Amai. De wind heeft echt al heel veel schade gemaakt. Ik hoop dat... Het is niet te doen. Er is echt heel veel wind. Ik ga eens kijken in mijn tuin of dat daar alles oké is. Ik neem hier nu even mee. Het is echt een serieuze wind. Het is ook storm. Dus ik ben echt al heel wakker geschrokken. Ik slaap in mijn t-shirt momenteel. Ik had echt geschrokken, dus ik hoop dat ik nog een beetje kan slapen. Want ja, mijn poes is hier ook. Ik zeg, het is echt een heel grote wind. Hè. Allee, we hebben wel al dikwijls storm meegemaakt. Hè. Dat is niet de eerste keer, hè. Dat weet ik ook wel. Maar het is altijd zo. Zo. Ik ben eens benieuwd of de groene pak wel gaat blijven staan buiten. Zo, ik neem jullie terug mee naar boven. Het is toch altijd wel een beetje schrik eigenlijk. En ja, het is niet zo plezant natuurlijk als je zo schrikt. Want dan schiet je natuurlijk wakker. En dus, oh, wat is er gebeurd? En ja, dat was dus wat er nu gebeurde. Dus ja. Niet zo heel plezant, maar ja, kijk. Nu weet ik wat het is. Ik weet niet wat ze nu gaan doen. Dus, ja, ook de toilet is dan echt los. Dus, ja, de wind is echt wel hevig. Maar ja, het is daar ook een hoop plaatsen en zo, dus ze werken daar ook. Ik hoop dat er niet te veel schade is bij de mensen. Want ja, vooral deze kabel. Bij de mensen, dus ik vind het wel erg voor die mensen natuurlijk die daar wonen. Maar... Rolls. Geen schade, dat is het belangrijkste. Want ja, dat wil je toch niet meemaken eigenlijk. Dus ik ga nu verder slapen, mensen. Dus dat ga ik nu doen, verder slapen. Dus en ja, moest er nooit gebeuren vannacht, dan neem ik jullie gewoon mee. Niet dat ik daar zo op kik, hè, mensen, maar ja, dit hoort ook bij mijn dagelijks leven en dat hoort erbij. Goedemorgen iedereen, nu is het, de wind is nog altijd bezig, maar we hebben toch wel geslapen eigenlijk. Dus dat is ook al goed eigenlijk, maar de wind is nog altijd heel hard. Dat merk ik al, maar de zon schijnt wel, zoals je ziet achter mij, de zon schijnt. Dat wel, dat is wel iets positiefs eigenlijk aan heel het verhaal. Maar de wind heeft wel heel hard lawaai gemaakt en zo van dingen, dus ja. En gelukkig is het eigenlijk, valt dat denk ik nog wel mee. Allee, ik moet nog gaan kijken naar mijn groene bak, dus ik weet niet tot hoever dat het daarmee is. Maar momenteel op het eerste zicht heb ik wel het gevoel dat het allemaal wel meevalt. Dat wij nog geen schade hebben, dus dat is op zich ook wel goed. Eigenlijk, ik hoop dat het zo blijft, want dat wens je natuurlijk niemand toe, de schade. Ik hoop voor jullie dat je dat ook niet hebben of zo, schade. Dus dat is leuk. Ik wil ook nog even meedelen dat ik mijn 8000 heb gehaald. Op TikTok, joho, yes, op naar de 10.000. Alleen niet dat dat voor mij zoveel uitmaakt, maar voor mij is het gewoon plezier maken. Maar het is toch altijd leuk om mee te geven. Laten we de groene bak eens gaan halen. Ik hoop dat die er nog staat. Verhoudt eigenlijk. Dus we gaan eens kijken, want ik moet de deur dicht doen, want de wind zal wel met zo'n dingen spelen. Hij staat helemaal open, de groene bak. Maar hij staat er nog, dat is al iets. Wat binnenbrengen. Dus
hier staat, dan voel het wel een beetje dat er wind is, maar niet om te zeggen hoe veel wind. Hè. Dat niet. We gaan hem naar de garage brengen. Mensen kijken altijd, ook al vlog je al bijna 4 jaar, en toch altijd de buren kijken altijd toch wel even op. Als je dan zo'n camera in je handen hebt. Dat is moe. Ik film alles, dus ook dit. Zo. Ik zie niet dat er iets weggevlogen is of zo. Zo. Die staat er, nu gaan we de brievenbus leegmaken. Die ga ik even alleen doen, wegens dat het belangrijk papier zijn en dat vliegt weg. Dan zijn we geschotst, dus dat ga ik even doen, Poppy. Nu gaan we vertrekken naar de kering thuis. Het is wel nog hard aan het waaien, maar we gaan toch vertrekken. Ik heb ondertussen ook iets gedaan bij Campus 12. Ik heb altijd een t-shirt van Campus 12, nog steeds. Dan kan je echt de dans zo. Dat heb ik gedaan. Dus we zullen eerst vertrekken, muts op. Hoe rapper we er zijn? Hoe rapper dat ze niet gestresst zijn? Want je hebt stress. En als ik er ben, dan kun je geen stress meer hebben, want dan ben ik er al, snap je? Dus gaan we vertrekken. Dus, let's go! Zo, gaan we knap. Dus hier heb ik alles bij, sleutels. Ook ingestoken. Ja, dat is goed. Gisteren moet je ook in, ja. Zou je dat pakje hier ook in zitten nog? Of zit dat nu in die andere jas weer? Ik ga eens kijken. Dus ben je altijd bezig met dat bakje eigenlijk. Dat is altijd zo dat je bezig bent met het bakje. En het bakje. Als moet je de sleutel pakken, dat kan ook ze daar niet van. Maar ik heb toch liever het bakje. Ik zie garage aan het open gaan. Ik kan het niet zien hier. Kom wat de wind. Niet te hard is. Zo. Dat is goed toe, want het is echt aan het stormen, mensen. Zo. Zo. Jullie er ook. We zijn veilig aangekomen. Zodat je kan zien. De huizen. De kinderen. Zo. Het is echt een veel wind. Misschien moet ik op de fiets kijken op een van mijn wind. Een stoot van de wind en dan ging ik echt heel opzij. Ik was bijna gevallen met de fiets. Maar voor de rest valt het eigenlijk wel mee. Ik heb het echt wel overleefd eigenlijk. Het was echt wel gevaarlijk. Niet normaal. Echt niet normaal. Zo. Hier sta ik in de hal. Kun je eens naar boven gaan? Nee, boven heb ik nog trappen. Ja, ik zit hier nu bij de kinderen binnen, toch? Je kunt zien. Hier zit ik dan binnen. Ik weet niet of ik een slaaf geweest, dat was echt super cool. Ja, nu zit ik hier gewoon te wachten tot iemand eindelijk mij iemand oppakt. Mag me niet uit wie. Maar ik ga iedereen bellen. Echt iedereen, hè. Mag me niet uit wie. Dus en de kleine ligt in bed. Dus soms ga ik live op TikTok, maar ik wil gewoon dat er iemand oppakt. Dus ja, veel valt er niet doen. Er is heel veel storm weer. Maar voor de rest valt het eigenlijk allemaal gewoon mee eigenlijk allemaal. Kijk, ik zie een autootje. Fris Peter, jongen. Fris Peter. Ja, Fris Peter. De koffie die gemaakt is, is Annie heeft die gekozen. Dus ik hoop dat het lekker gaat smaken. We zullen eens proeven. Ik ben niet zo'n koffiefreak voor mensen dat afvragen.
Ja, het is te doen. En dan moet ik eens roeren voor de suiker en ja, het is te doen. Ja. Het valt mee, het krijgt toch een nee. Oh. Ik heb zelfs ook van die bolletjes zijn. Moet je een pakje mogen daar komen. Papa, die. Als je dat even in de stad kunt. Nog? Ik heb niet zo'n die randje. Pak je zwaar hier. Zo, sluit jij die vlog maar af. Vond je het een leuke video? Vergeet niet te abonneren. En te liken. En druk op het balletje voor meer video's.